Dit weekend staat de enige echte Nederlandse klassieker op het programma. In een uitverkochte en zeer waarschijnlijk kolkende Kuip nemen de rivalen Feyenoord en Ajax het tegen elkaar op. De bezoekers uit Amsterdam hebben achter de schermen een onrustige week achter de rug. Zo werd in het begin van de week de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes geschorst met voornemens om de samenwerking permanent te beëindigen. Dit alles door het kopen van clubaandelen vlak voor zijn benoeming. Dit zomerse onrustmoment binnen de club Ajax lijkt ook weer een klein beetje door te druppelen op de prestaties op het veld. Zo zag de ploeg van John van der Schip een overwinning tegen Go Ahead Eagles in blessuretijd door de vingers glippen. Ajax Go Ahead Eagles eindigde in 1-1 afgelopen donderdag. Feyenoord kende een wisselvallige week. De Rotterdammers maakten deze week bekend dat Quinchely Hartman in het jaar 2024 niet meer in actie komt. De linksback raakte tijdens het duel met FC Utrecht vorige week zwaar geblesseerd aan zijn knie. Daarnaast was Feyenoord niet te winnen op bezoek bij hekkensluiter FC Volendam afgelopen donderdag. Het eindigde in 0-0 in het Vissersdorp. Maar daarentegen waren er wel twee positieve berichten vanuit de Kuip. Zo presenteerde de Rotterdammers de Mediamarkt als nieuwe hoofdsponsor en wist de stadionclub zijn eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen vast te leggen. Namelijk Haji Moussa, die op dit moment namens het Belgische patro IJzer Maasmechelen wordt verhuurd aan Vitesse. Feyenoord en Ajax speelden in totaal al 161 wedstrijden tegen elkaar volgens transfermarkt.nl. De website weet te melden dat Ajax er 79 won en Feyenoord 41 en dat het ook 41 keer in een gelijkspel eindigde. Eerder dit seizoen eindigde het in de Johan Cruijff Arena in een overtuigende 0-4 zege voor de Rotterdammers. Dit duel had zelfs een vervolg nodig zonder publiek. De wedstrijd werd namelijk na 55 minuten gestaakt bij een 0-3 voorsprong voor Feyenoord. Supporters van Ajax gooiden namelijk met vuurwerk op het veld, waardoor scheidsrechter Serdar Kuzubuyuk de wedstrijd definitief staakte. De wedstrijd werd vervolgens een aantal dagen later zonder publiek uitgespeeld. Jiménez wist direct binnen 2 minuten de 0-4 te maken en daarmee ook de uitslag op het scorebord te brengen. De laatste keer dat Feyenoord wist te winnen in de eigen Kuip van Ajax is alweer een paar jaar geleden. Daarvoor moeten we terug naar het seizoen 2018-2019. Toen wist Feyenoord de rivaal uit Amsterdam in de eigen Kuip met een monsterscore van 6-2 aan de kant te schuiven. Vorig seizoen eindigde het in de Kuip in competitieverband in een 1-1 gelijkspel. Later dat seizoen kwamen de twee clubs elkaar ook in de beker tegen in het stadion van Feyenoord. Toen wonnen de Amsterdammers met 1-2 in een wedstrijd die ook tussendoor gestaakt werd, nadat de toenmalige Ajaxie Davy Klaas een aansteker vanuit het publiek tegen zijn hoofd aan kreeg. Een wedstrijd die dus altijd extra beladen is. Een wedstrijd die oud-Feyenoorder Steven Berghuis niet mee gaat maken als speler. De aanvaller is nog niet fit genoeg voor deze klassieker. Berghuis heeft dus een verleden bij Feyenoord als speler van Ajax, maar ook assistenttrainer Saïd Bakati kent een verleden als assistenttrainer bij Feyenoord. Bij Feyenoord kent reservedoelman Kostas Lamprou een verleden bij Ajax, maar ook spelers Quinten Timber en Ramiz Serouki. Beide spelers kwamen nooit uit voor het eerste elftal van Ajax, maar speelden jarenlang in de jeugd van de Amsterdamse club. Feyenoord tegen Ajax wordt deze zondag 7 april dus in de Kuip gespeeld om 2:30 en staat onder leiding van Danny Makkely. Ja, wat zijn jouw verwachtingen bij deze klassieker in de Kuip? Laat het ons in elk geval weten in de comments.